En eigenlijk merk je aan de totale bediening van de iX3 dat het elke BMW een soort evolutie is van zijn voorganger. Eigenlijk, hè? Dat BMW, of nou gek, in elk geval niet echt te doorgronden. Kijken we dan naar wat ze hebben gedaan op het gebied van de bouw, de productie van elektrische auto's. Dat begon al namelijk 8 jaar geleden met de revolutionaire BMW i3. 2013 was dat en die auto was in alles nieuw en innovatief en vooruitstrevend. En vervolgens werd het stil. Ja, werd het stil. En toen kwam deze auto, de iX3. En dat is een goede elektrische auto. Dat is een auto die gebaseerd is op de power of choice. Een mooie marketingkreet bij BMW, maar dat zegt best veel. De power of choice, dat behoeft enige uitleg. Als jij een BMW X3 wil hebben, dat kan. Maar ik raad het jullie aan, maar je wil echt heel graag een diesel. Nou, dan koop je een diesel. Of toch liever een benzine, koop je een benzine. Of toch liever hybride. Koop een hybride. Of gewoon liever elektrisch. Kan ook. Kortom, de power of choice bij BMW is één model en dan kun je met allerlei aandrijflijnen kun je die kiezen. En uiteindelijk zul je dan zien dat er bepaalde aandrijflijnen op een gegeven moment een keertje niet meer leverbaar zijn. Denk aan diesel. Maar in het geval van de iX3 zijn ze er nog allemaal. En hebben wij uiteraard bij eDrivers.com gekozen voor de elektrische variant. En niet te doorgronden, ik zei het al, we zijn nu 8 jaar verder na die revolutionaire i3. En nou is deze elektrische BMW er, de iX3. Maar gelijktijdig, op dit moment, begint de uitlevering van de iX. Ook weer revolutionair. Een uiterlijk, wat discussie oproept, met heel veel mooie technieken. De i4, de i4 M50, ze komen er allemaal aan. Binnenkort de XM of MX. Daar wil ik vanaf zien. Maar BMW komt met een razendsnelle elektrische auto op het M-label. Jazeker, de i7 komt eraan. Een BMW 7-serie met een extreem grote actieradius. Hartstikke elektrisch. Groot. Kortom, heel veel elektrisch BMW-nieuws. Maar eventjes terug naar deze iX3. Dit is een SUV met achterwielaandrijving. Ik vind dat leuk. Want je kunt namelijk het ESP, het stabiliteitssysteem, volledig uitschakelen. En dan kun je allerlei grappige, leuke dingen met deze auto uithalen. Het heeft geen nut, maar het geeft wel een beetje aan waar BMW voor staat. Hè? Voor rijplezier. En dat zit in deze iX3. Dan heeft hij een prettig, geriefelijk afgestemd onderstel. En hij heeft een spraakbediening die soms een beetje eigen gereid is. Zie, ik begin gewoon mee te praten. Dat komt natuurlijk omdat ik het woord BMW noem. En dan reageert hij op de... Nou, we het dan toch over die spraakbediening hebben. Die is niet geweldig. Let op. Navigeer naar Amsterdam, Kalverstraat. Wat zegt u? Ik was niet onduidelijk. Laat wel zijn. Navigeer naar Amsterdam, Kalverstraat. Probeer het nog een keer of zeg help. Ja, help. Helemaal niet help. Ik zet hem gewoon uit. En je kunt hem natuurlijk ook met de hand in tikken op het touchscreen. Je kunt hem met de iDrive knop aansturen. Dat is fijn, die iDrive knop. Die heeft BMW al heel lang, maar dat werkt gewoon hartstikke goed. Maar de spraakbediening is voor verbetering vatbaar. Ik zat in die BMW iX onlangs en is die veel beter. Die kun je namelijk ook gewoon opdrachten geven. Doe het rechterachterraam open of doe mijn schuifdak dicht. Kortom, je hoeft dan niet meer met je vingers aan de knopjes te zitten. De totale bouwkwaliteit van deze in China geproduceerde iX3 is goed. Echt goed. Ik merk nergens onderscheid met een X3 die niet in China is geproduceerd. Behalve bij het sluiten van de deuren. Dat is een beetje apart. Dan hoor je een wat minder degelijk geluid. Het maakt niet uit, hè? Ik bedoel, ze vallen er niet uit. Het is gewoon prima en goed. Maar dat geluid, dat overtuigt dan niet helemaal. Er zou een randje isolatie in mogen zitten. Binnenruimte, precies hetzelfde als elke andere X3. Dus meer dan toereikend. Er zit een groot transparant dak in, wat helemaal open kan. En toch, dat knabbelt vaak een beetje aan de binnenruimte. Maar toch, ruimte zat. En kijken we dan naar het elektrische gedeelte van deze auto.
Die actieradius van een, zeg eventjes een kleine 400 kilometer. In de zomer heb ik het wel gehaald hoor, 400. Die is goed, toereikend. Hij laadt snel op 11 kilowatt aan AC, dat is prima. Aan DC doet hij wat hij belooft, maar dan alleen maar in het eerste gedeelte van de staat van de accu. Dus als hij helemaal leeg is, dan laat hij heel snel. Maar eigenlijk gaat hij een stukje voorbij de helft. Zie je hem al wel een beetje inzakken qua laadsnelheid. Dat hebben overigens heel veel elektrische auto's. De BMW iX3 geen vierwielendrijving heeft. Kan niet, zit er niet op. Ook niet optioneel. Dat is misschien wat slecht te verteren voor de frequente wintersportganger. Aan de andere kant zit je goede winterbanden eronder. Je komt met een auto met een goed stabiliteitssysteem bijna net zo ver. Maar oké. Vierwielendrijving brengt soms wel iets. Geen vierwielendrijving brengt bij deze iX3 ook iets. Want dan zitten er dus geen aandrijfassen aan die voorwielen. Dat betekent dat die voorwielen verder kunnen uitslaan. Want die aandrijfassen die belemmeren eigenlijk een beetje de uitgaande slag van de wielen. Een auto met alleen achterwielaandrijving heeft vaak een veel kortere draaicirkel. En dat merk je dus ook aan de iX3. In krappe plekken, stadcentra, is die hartstikke wendbaar. En wat ook fijn is, dit is ook weer zo'n klein dingetje, dat merk je pas na verloop van tijd, valt je dat op. Als je de auto in drive zet, je bent aan het inparkeren en je gaat vervolgens van drive, van vooruit naar achteruit, naar de R, dan doet hij dat heel snel. Zelfs als hij nog een klein beetje rolt, krijg je hem in die achteruit. En sommige andere auto's moet je altijd wachten, hè? 1 seconde, 2 seconden wachten, oh ja, is achteruit en dan lukt het weer. Het is lekker als dat lekker vlot verloopt. En als je dan een half jaar in zo'n auto rijdt, dan ga je op veel meer dingen letten dan alleen maar is hij comfortabel en zit hij prettig. Nou, hij zit prettig, zeker. Zo ietsje meer ondersteuning mogen zitten in de stoelen op het moment dat je echt aan het sturen bent. Wat heel fijn is, is het camerawerk in de auto. Op het moment dat je er achteruit inschakelt, en je kunt natuurlijk ook handmatig de camera's aansturen, die schieten meteen aan. Dus je zegt, ja, dat is dan logisch. Er zijn heel veel auto's waarbij je er achteruit inschakelt en dan duurt het 2 seconden. Of dat de camera vies is. Hij zit op een positie waarbij hij eigenlijk niet vies wordt en hij is heel accuraat in zijn bediening. Dus dat is heel erg prettig. En eigenlijk merk je aan de totale bediening van de iX3 dat het elke BMW een soort evolutie is van zijn voorganger. En dat geldt voor de hele range van BMW's. Elke keer wordt het een beetje verbeterd, een beetje nieuw. Maar het is niet compleet nieuw. En doordat het evolueert, is het allemaal heel mooi op elkaar afgestemd. Het is gebruiksvriendelijk, het is duidelijk, het is helder. Je komt niet voor verrassingen te staan. Met andere woorden, een fijne elektrische auto. En als je nou toch liever het uiterlijk hebt dat precies hetzelfde is als een normale X3, benzine. Het zou kunnen dat je je schaamt dat je elektrisch rijdt. Ik zou me er niet voor schamen trouwens. Nou, dat kan, hè? Want de facelift van deze auto, hij is inmiddels een klein beetje opgefrist. Dus vooral visueel is dat. Daarin lijkt de auto steeds meer op de normale versie. En dat is ook waar we uiteindelijk naartoe gaan, hè? Want we zijn nu, die autofabrikanten nog aan het kiezen, laten we die auto die elektrisch is toch een beetje afwijken qua design van die andere auto's. Om maar te laten zien dat het ook anders is. Maar op termijn is het niet meer anders, want is elektrisch rijden doodgewoon. Goed, hij gaat terug. De BMW iX3. Een overtuigende elektrische auto met SUV-eigenschappen in de zin van functionaliteit en de hogere zit. En de BMW rij-eigenschappen die daar dus bij horen. Dankzij de achterwielaandrijving zit er een klein beetje rijplezier in die je niet altijd bij elke andere elektrische SUV aantreft. Bovendien met een actieradius van 370, 380 kilometer. Of als je heel voorzichtig rijdt 400 kilometer, heb je rijkwijdte genoeg. Efficiënt is die ook met een gemiddeld verbruik het afgelopen half jaar dik 20.000 kilometer. 21,6 kilowattuur op 100 kilometer. Niettemin nemen we afscheid van de BMW iX3. Hij verlaat de duurtestgarage van eDrivers.com, maar we zitten niet zonder. Zeker niet. De ei van Tesla. Dat is de auto waar we de komende maanden in rijden bij eDrivers.com. En daar lees en zie je natuurlijk alles over.